Het is volstrekt onduidelijk wanneer de Maas in Limburg weer bevaarbaar is. De reparatie van de stuw bij Grave, maar ook noodmaatregelen zijn een groot probleem. Schade voor schippers en bedrijven groeit met de dag. En verder in het nieuws vandaag. Een nieuwe manier van huidkanker behandelen met een virus. En de wereldkampioen darten is weer thuis. Goedenavond. Het is inmiddels een week geleden, het kapotvaren van de stuw bij Grave. Rijkswaterstaat heeft nog geen flauw idee wanneer de Maas in dat gebied weer bevaarbaar is. Zien we ook wel dat de temperatuur morgen overdag ook niet onder dat vriespunt uitkomt. Zeker na die hele koude nachten die we dus nu gaan hebben. Met misschien min 7, lokaal misschien wel min 10 op sommige plaatsen in het oosten van het land. Nou, morgen dus vorst ook overdag, behalve waarschijnlijk in het westen waar de temperatuur net ietsjes boven dat vriespunt uit gaat komen. En in de loop van de dag gaat de bewolking vanuit het westen ook toenemen. Nou, dan krijgen we dus die overgang naar dat veel koudere weer. Dit hier is de 0 graden lijn. Dit is morgen, waarbij we dus echt onder die 0 graden uitkomen. Daarna gaat het ietsjes omhoog. Dan komt de zaterdag. En de zaterdag wordt een dag waarbij die dooiaanval ook echt optreedt. Het gaat sneeuwen, later vanuit het westen ook ijzelen. Dat trekt allemaal over het oosten of richting het oosten van het land. En dat betekent dus eigenlijk een groot gedeelte van de zaterdag dat het behoorlijk koud is, maar ook gevaarlijk glad. Nou, daarna is die gladheid verdwenen, want de temperatuur gaat omhoog. Er is eigenlijk veel bewolking en er valt af en toe wat regen. Maar het belangrijkste is dus die zaterdag met een grote kans op gladheid. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Rijkswaterstaat heeft geen flauw idee wanneer de Maas weer bevaarbaar is. De reparatie van de stuw bij Grave en zelfs noodmaatregelen zijn een groot probleem. In Nieuwsuur is Nobelprijswinnaar Ben Vieringa te gast. Wat brengt de wetenschap in 2017? Wat zijn de grote uitdagingen? 10 uur, NPO 2. Goedenavond.